deboodschap.today. SLM niet in de verkoop. De Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM wordt niet verkocht. Laten wij onszelf alsjeblieft niet door fake news laten afleiden van het uitgezette traject tot het gezond maken van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Zo stelt SLM-directeur Rajesh Rajkumar. De directeur van de vliegmaatschappij heeft in een intern bericht aan zijn medewerkers zaken verduidelijkt. De directeur reageert met dit schrijven op een social media bericht waarin valselijk wordt beweerd dat het luchtvaartbedrijf wordt verkocht. De bedrijfsleider stelt resoluut dat de SLM niet in de verkoop is. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.